Welkom bij deze eerste bijeenkomst van de Hollandse Commissie. Ik wil graag Frank Miljoen welkom heten. Een van de meest ervaren diplomaten die Nederland kent. En de moderator, Robert van der Loer, die de zaak vandaag gaat leiden. Diplomatiek expert. En dan is nu het woord van Frank Miljoen. Robert, heel veel dank voor die inleiding. En natuurlijk ook Bram, die mij hiervoor heeft uitgenodigd. Dat doet me veel plezier. Ik wou eigenlijk twee dingen doen. De ene is, ik wou beginnen met een ode aan het diplomatieke vak. Ik dacht, als niemand dat doet, moeten we dat dan maar zelf doen. Om te laten horen wat het diplomatieke vak is. Misschien spreek ik een beetje voor het verkeerde, maar het kan nooit kwaad. En daarna wou ik iets meer op een abstractieniveau naar de ontwikkelingen van de afgelopen tijd hebben. Eigenlijk over een carrière die 40 jaar beslaat. Maar op een hoofdpunt, en dat is eigenlijk de verhoudingen in de wereld zoals die zich hebben ontwikkeld. Voor mij is de belangrijkste reden waarom het ingewikkelder is geworden, dat we nog altijd er niet helemaal uit zijn na 25 jaar na het einde van de Koude Oorlog, wat onze precieze plaatsbepaling is. We komen van die wereld met twee concurrerende systemen en met in essentie twee grote machten, de Verenigde Staten en Rusland. En dat was overzichtelijke situatie waar we van wisten wie aan welke kant stond. In verschillende verschijningsvormen, maar toch in feite heeft het kapitalisme gewonnen, zou je kunnen zeggen. Op verschillende manieren. En we verkeren in een multipolaire wereld. In hoeverre is bepalend voor de multipolaire wereld de relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland? Ik ben geneigd te denken dat misschien dan toch de belangrijkste polen blijven. Maar van belang is dat in Nederland het Europese en mondiale denken en in Europese en mondiale verantwoordelijkheden overeind wordt gehouden. Een andere schok voor het internationale systeem was Irak. Invasie in Irak, daar ik wou niet dat ik in geheim vertelde je dat jij daar als SG achter stond. Je bent gehoord door de commissie Davids, die meende dat er geen adequaat volkerrechtelijk mandaat voor was. Als je nu terugkijkt, heb je spijt van de steun destijds? Ik geloof niet dat de diplomatie een vak is waarin je telkens gelukkig nog spijt hoeft te betuigen. Ik heb geen spijt, omdat ik me niet had kunnen voorstellen dat het anders zou zijn gegaan. Je zegt eigenlijk, ja, als lid van de multipolaire orde moeten wij nog globale verantwoordelijkheid nemen, maar doen wij dat bijvoorbeeld met om naar Mali te gaan? Ja. Past dat daarin? Ja, dat past daarin. Ja. Dat zie ik als een hele goede stap. Als wij kunnen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een deelneming aan een operatie, dan zou ik daar in beginsel voor zijn. Ik zou eigenlijk een vraagteken willen zetten achter die multipolaire wereld waar we heen gaan. Ik vraag me af of we niet willen hier toe gaan naar een nieuwe bipolaire wereld. Dat zie ik. Met elkaar in gesprek zijn, de afstanden overbrugbaar zijn, met gebruikmaking van de mechanismes die we daarvoor hebben, of misschien mechanismes die we daarvoor moeten ontwikkelen. Ik heb de indruk dat dat nu veel minder mogelijk is, want het defensiebeleid of het veiligheidsbeleid zal zich in het ene geval afspelen in de sfeer van de NAVO en in het andere geval in de sfeer van Mali, de Centraal-Afrikaanse Republiek, met heel andere middelen en doeleinden. En voor zover het wel zou zijn, dat moet het niet. Want
vanuit het Europese perspectief is er maar 1 cent middelen. Van de middelen die de lidstaten hebben. En of ze die nu inzetten in een Europese context of in de NAVO-context, het zijn dezelfde middelen. Doet u allemaal mee in het danken van Van Miljoen voor zijn aanwezigheid. In hoeverre herkent u de door de heer Major geschetste ontwikkelingen? Nee, ik was het niet helemaal met hem eens dat hij zei dat de internationale outlook van Nederland krimpt. Want in principe zien we dat een heleboel studies waar internationale aspecten in zitten, dat groeit. Heel steeds meer studenten kiezen voor iets internationaals. Maar zeker zijn kijk op hoe de NAVO zich ontwikkelt en de verdere ontwikkelingen binnen de EU. Daar was ik het heel erg met hem eens. Vindt u dat Nederland internationaal voldoende doet? Ik vind dat wij op zich heel veel betekenen momenteel in de wereld. We leveren natuurlijk een flinke bijdrage aan de missie in Mali ter ondersteuning van de Fransen. Daar met zo'n 400 militairen. En ik denk dat we ook in de toekomst een hele belangrijke bijdrage kunnen blijven leveren. Wat vond u van deze bijeenkomst? Ik heb zeer veel van geleerd van meneer Van Major. Het is de eerste keer dat ik hem ontmoet, dat ik hem zie, hoor praten. Ik heb zijn cv gelezen, doorgenomen. Perfect.